Leuk dat je kijkt naar Schoolzone Helmond Online. Vandaag wil ik je laten zien hoe je zelf makkelijk een boekvlog maakt. Wat je daarvoor nodig hebt is natuurlijk een boek. En misschien haal je die normaal altijd in de bibliotheek, maar we zijn nog steeds helaas even gesloten. Wat je wel kan doen is boeken bestellen. En dan reserveren en dan kun je ze ophalen. Of je kan naar de online bibliotheek gaan waar je e-books en luisterboeken kunt vinden. En de thuisbib is ook nog steeds open. Dus daar kun je ook nog leuke boeken vinden. Als je nou een boek gevonden hebt wat je leuk vindt en je hebt het gelezen, dan heb je natuurlijk nog wat meer dingen nodig. Een camera of een smartphone of een tablet, daar kun je ook mee filmen. En sommige fototoestellen kunnen dat tegenwoordig ook. En dan moet je natuurlijk bedenken, wat ga ik nou eigenlijk allemaal zeggen? Nou, ten eerste vertel je wie de schrijver is en wie de illustraties, de tekeningen heeft gemaakt en de uitgever. Dan weet degene die jouw boekvlog kijkt precies waar jij het over hebt. En omdat je het boek gelezen hebt, kun je ook een samenvatting geven. Waar gaat het over? Natuurlijk moet je niet alles verklappen, want dan hoeven ze hem niet meer te lezen. Maar gewoon een beetje, wat is het gevoel? Over wie gaat het? Wat gaat er een beetje gebeuren? Zodat mensen geïnteresseerd raken. Hé, daar wil ik meer over weten. Verder is het fijn als je je mening geeft. Wat vond je van het boek? Vond je het heel erg spannend of heel erg grappig? En waarom vond je het dan spannend of grappig? Noem specifieke dingen. Struikelt de hoofdpersoon altijd? Of staan er hele gekke rare woorden in? En verder is het heel erg leuk als je zelf een stukje voorleest. En voorlezen, dat is niet makkelijk. Dus denk niet van, oh, ik zet die camera aan en dan lees ik een stukje voor en dan is het prima. Oefen daar even op. Neem de tijd. Lees het stukje eerst een paar keer voor jezelf. Kijk waar er moeilijke stukjes in zitten, waar je echt even op moet oefenen. Lees het ook hardop voor. En misschien ook even aan je ouders of je broertjes of zusjes. Die kunnen misschien tips geven om wat langzamer te lezen of op sommige stukjes wat sneller. Stemmetjes te gebruiken, harder, zachter. Misschien hebben ze nog wel andere tips. En dan ga je dus echt filmen. En die filmpjes, die gaan niet in één keer lukken. Ik doe er best lang over om dit filmpje goed in elkaar te zetten. Dat duurt een paar keer. En dat is helemaal niet erg. Het zou een wonder zijn als je opeens de camera aanzet en hop, in één keer goed. Dus neem de tijd. En je mag best een keer boos worden. Van, waarom lukt het nou niet? Waarom struikel ik nou over mijn tong? Maar ga wel verder. Probeer het gewoon. Dan heb je dus die filmpjes. En dan zul je misschien merken, in dat ene filmpje ging dit stukje goed. En in het andere filmpje ging dat stukje goed. Dan wil je ze natuurlijk aan elkaar plakken. Dat wil ik je laten zien in het programma op de computer. Kijk maar eens mee. Het programma wat we gaan gebruiken heet Video Editor en staat standaard op je computer als je Windows 10 hebt. Je opent je startmenu. Vervolgens scroll je naar de V. En dan zie je hem hier staan. Als je daarop drukt, open dit programma. Je ziet hier de projecten waar je al aan bezig bent. En hierboven kun je een nieuw project starten. Dan vraagt hij hoe je je filmpje wil noemen. Je kan het boekvlog noemen of naar de titel van het boek waar je de vlog over gaat maken. Nu is alles nog leeg. De Project Library zet je alle stukjes film en plaatjes die je wil gaan gebruiken. Hieronder bouw je vervolgens je verhaal op en dan komt hier het filmpje. We gaan eerst filmpjes toevoegen. Wij kiezen voor de bovenste optie, From This PC. Als je één filmpje aanklikt en vervolgens op Ctrl drukt, kun je meerdere fragmenten in één keer toevoegen. Dit kan even duren. Nu staan hier je filmpjes en kun je ze op de plek slepen waar je ze wil hebben. Als je nou zoiets hebt van, oh, dit filmpje moet ergens anders, pak je hem gewoon weer vast en sleep je hem naar de plek waar je die wel moet zitten. Vervolgens selecteer je een filmpje en druk je op trim. Daarmee ga je het filmpje bijsnijden. Hier zit de play-knop. Hierboven zit een rond knopje. Daarmee kun je door je film heen slepen. Hieronder zitten haakjes aan de linker en de rechterkant. Als je die verschuift,
dan bepaal je het stukje wat hij eraf gaat knippen. Wat grijs is, haalt hij weg. En wat blauw blijft, laat hij zitten. Je kan ook tekst toevoegen. Die komt dan in je beeld te staan. Dat kun je op verschillende manieren doen, met verschillende uiterlijk en op verschillende plekken. Je kunt ook inzoomen, dat doe je bij motion. En je kan 3D effecten toevoegen, zoals ballonnetjes en sterretjes. Als je tevreden bent over het resultaat, druk je op done. En dan slaat hij het op. Zo bewerk je alle stukjes die je wilt gebruiken. En dan kan je een vooraankondiging maken. Die zit hier al in, maar ik zal even laten zien hoe je dat doet. Je drukt op Add Title Card. Dan zie je hier een blauw stukje. Die kun je bewerken door op tekst te drukken. En dan kun je de titel van je boekvlog hier neerzetten. En weer met verschillende stijlen kun je die invullen. Je kunt ook de kleur veranderen. Als je zegt van, nou, ik vind dit niet zo mooi, maar met paars bijvoorbeeld wel. Of met een andere kleur. Je kunt hier nog kijken hoe de animatie er precies uit gaat zien. Als je daar tevreden over bent, druk je op done. Dan heb je alle stukjes bewerkt. Dan zou je nog muziek toe kunnen voegen. Er zitten standaard muziekjes in. Die zijn rechtenvrij. Je kan natuurlijk ook zelf muziek toevoegen. Hou er dan rekening mee dat als je het filmpje op het internet zet, dat je niet zomaar elke muziek gebruikt. Muzikanten die werken eraan, aan die muziek. En je mag dat niet zomaar gebruiken. Dus als je het filmpje op het internet zet, gebruik dan muziek of uit het programma, of een muziekje wat je echt zelf hebt gemaakt. En dan bedoel ik niet een liedje wat je zelf hebt ingezongen van een andere zanger, maar echt zelf gemaakt. Dan weet je zeker dat je daar niet mee in de problemen komt. Als je zo'n filmpje echt alleen aan je ouders gaat geven, dan is het natuurlijk geen probleem als je daar een ander muziekje onder zet. Als je klaar bent, druk je op Finish Video. Vervolgens vraagt hij welke kwaliteit. Ik zou die op high laten staan. Dat is de beste kwaliteit die er is. En dan ziet er het mooist uit. Klik je op export. Dan vraagt hij waar je het op wil slaan en hoe je het wil noemen. Vervolgens druk je weer op export. En dan ben je klaar. Zo, en dan is je filmpje af. En wat dan? Je zou het met je leraar kunnen delen. Of met je ouders. En met de toestemming van je ouders zou je het misschien ook op YouTube kunnen plaatsen. Of op een ander netwerk. Maar vraag daar echt even toestemming aan. Want alles wat je op het internet zet, is voor altijd. En misschien is dat niet altijd handig. Bedankt voor het kijken. En heel veel succes. Tot de volgende keer.